Deze beschouwing die gaat over de verscheurende, verslindende moeder. En het is naar aanleiding van een tweetal interviews wat ik heb gezien met Jordan Peterson. Een man die nog niet eens zo heel lang geleden heel erg in de aandacht kwam, omdat hij een aantal politiek incorrecte uitspraken had gedaan. Of zo. Wat precies de achtergrond is van die man, weet ik niet. Iets in ieder geval met psychologie, dacht ik. Doet er ook niet zo gek veel toe. Wat Jordan Peterson zegt, dat stemde mij blij. In die zin dat hij een geluid geeft wat ik ook geef. Hij is het met me eens. Er bestaat zoiets als een verwoestende, verslindende, verscheurende moeder. En het matriarchaat waar wij op afstevenen als samenleving, dat is een regelrechte ramp. En dat heb ik zelf al een keer gezegd. Nou ja, nu kan ik dan zeggen, Jordan Peterson zegt het ook. Dat is toch leuk, hè? Ik pak er even een beetje thee bij. Misschien dat jullie dat ook moeten doen. Oh ja, en eventjes reclame maken voor mijn kanaal. De laatste tijd blijf ik zo hangen op 81 abonnees. Waarom? Dat mogen er wel wat meer worden, hoor. En natuurlijk niet te vergeten het grote CO2-experiment. Dat gaat ook nog niet snel genoeg naar mijn mening, maar we maken voortgang. En vind je ook dat het wat sneller kan? Nou, meld je aan. Daar heb ik wel een klusje voor je. Er zijn genoeg dingen uit te zoeken. En ik ben bezig om een en ander uit te schrijven. En nou ja, dat komt, hè. En op mijn site, voor de rest, wordt er verschrikkelijk goed gekeken, moet ik zeggen. Wat krijg ik ook weer? Ja, ik zie de getallen dan altijd per 48 uur. Dus dan moet ik het delen door 2. Maar zeg maar, per dag zit ik toch wel op 50 views en hoger. 50 tot 70 à 80 views per dag. Dat is niet dom. Daar ben ik heel tevreden mee, ben ik heel trots op, vind ik heel fijn. En leuke reacties van mensen, dat moet ik zeggen. Er was iemand die reageerde via Facebook op mij. En die zei, jij bent zo lekker bezig. Je moet een keer een zaaltje huren. En dan komen we met z'n allen langs. En dan ga je in de zaal live even een beschouwing houden. En dan komen we langs met misschien wel 150 mensen. Ja, nou, ik moet er even over nadenken. Ik wil het wel doen, hoor, daar niet van. Het is wel een hele... Ja, je moet zo'n zaal moet je dan huren. En ja, ik heb niet zoveel geld. Ik ben schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En ik zit in de ziektewet. En dan ben ik ook nog met een 0-uren contract. En voor januari heb ik, dacht ik, 5 dagen staan of zo. Dus dat wordt niet een maand waarin ik binnen ga lopen. Maar dat zien we er wel. Ik vond het hartstikke leuk dat die mensen in elk geval positief reageerden. En het had over een zaaltje en dan allemaal bij elkaar komen. Ja, dat is wel leuk. Dus dat hou ik in gedachten. En kom jij nu ook op een idee en dan weet jij een zaaltje. Reageer gerust, hoor. Aan mij zal het niet liggen. Dat maakt niet uit waar het is. Ik heb een auto tot mijn beschikking en ik kar er zo naartoe, hoor. En die beetje reiskosten, die kan ik wel veroorloven. Kan ik mij wel veroorloven. Maar goed, nou terug naar die verscheurende, verslindende, verschrikkelijke moeder. Het is echt verschrikkelijk.
Ik heb nu, ik heb dus sinds maart dit jaar dat ik gestopt ben met die alcohol en wiet en tabakconsumptie. En dan is de helderheid teruggekomen. En daarvoor zat ik gewoon continu in een, hoe noem je dat? Ja, in een waas. Hè? Dan bekijk je de wereld door een soort roze bril of zo. En nou de laatste maanden dus. Nou, de laatste maanden, iets meer dan een half jaar. Kom ik een beetje bij. Het contact met mijn dochter is, nou zeker na de omstandigheden, hartstikke goed. Het kan misschien nog beter, maar nee, het wordt ook nog wel beter, denk ik. En je weet niet hoe het contact geweest zou zijn als alles normaal en tevreden en leuk was. Dan was het denk ik nog beter. Maar gezien de puinhoop waar zij en ik uitgekomen zijn. En dan kijkende naar de huidige situatie, dan denk ik, nou, ik heb geen klagen. Dus ze komt iedere 2 weken bij me langs. En dan is het hier hartstikke gezellig. En dan gaan we samen boodschappen doen soms. En we gaan samen eten koken soms. En we eten dus altijd samen. Ja, maar soms heb ik van tevoren al zelf gekookt. En ja, dan gaan we nog even rijst koken of zo. En dan kletsen we. En dan laat ik haar zoveel mogelijk kletsen. En zelf vertel ik dan ook leuke verhaaltjes van wat ik dan weer heb meegemaakt. Dat is hartstikke leuk. En de tijd bij haar moeder. En alles wat te maken heeft met haar moeder, dat is verboden terrein om het over te hebben. Dat, ja, soms kan het niet anders en soms vind ik dat ik er wat uit het verleden op moet rakelen. En het is nooit leuk. Het is niet leuk wat ik oprakel en het is niet leuk voor haar om dat te moeten aanhoren. Dan zie ik haar gezicht gelijk alweer wegzakken in van, oh. En dan denk ik al, ja nee, er zijn genoeg momenten waarop ik dacht van, ja kom, ik ga niet alles verzwijgen hoor. En dit moet er dan maar even uit, snap je? Maar tegelijkertijd denk ik ook van, jeetje. Ja? Waarom moet je het erover hebben? Waarom heeft die moeder zich zo ongelooflijk verschrikkelijk gedragen? Ja, als ouder, nou eigenlijk als een mens, je kan het je gewoon niet voorstellen wat moeders hun kinderen aan kunnen doen. Kijk, onder vaders er zitten ook ongelooflijke etterbakken. Maar in de regel, een vader die zo'n etterbak is, die, ja, die slaat aan het zuipen, die gaat aan de heroïne en die verdwijnt met de noorderzon en die komt nooit meer terug. Dat is dus ook niet goed. Maar het is niet zo rampzalig als een moeder. Nou, ik ken een moeder en die heeft ook dat gedaan. Ja, niet dat op zuipen gezet, maar die is het wel, die heeft de gezin in de steek gelaten. Die heb je ook. Dus ja, dat komt ook voor onder vrouwen. Maar meestal claimen die vrouwen de kinderen. En ze trappen die kerel de deur uit en claimen de kinderen. Ze claimen de kinderen juridisch. En ze claimen de kinderen dagelijks in de sociale omgang. En dat is een ramp. Dus ik weet nog wel dat mijn dochter, die zat toen op de middelbare school. En dan had ze een proefwerk en dan de volgende dag, hè, nou helemaal zenuwachtig. Oh, zal het wel goed gaan en zo? En ik had zoiets van, ja, yeah. Nou, dat zien we wel hoor. Ja, maar dit en dat. Nou, je hebt de avond nog en dan gaan we studeren. En dan, ja, maar dan wil ik dat jij me overhoort. Dan keek ik eraan. Ik zei, nou, ik wil dat niet. Waarom zou ik? Wat is er van onzin? Want zij zit toch op school? Dat is toch haar opleiding? Sinds wanneer ben ik mede verantwoordelijk voor het feit of zij een voldoende haalt? Dat doet ze maar lekker zelf. En dan kan jij denken, ja, Perry, dat is hartstikke hard tegen zo'n kind.
Nee, juist niet. Dat is juist heel geruststellend naar zo'n kind. Want daarmee geef ik te kennen dat ik geloof heb in haar en dat ze het zelf wel kan. Nee, want ik zeg natuurlijk, er ligt een beetje aan wat voor woorden je dan kiest, maar dat is wat ik bedoel. Ik vertrouw mijn dochter en als ze dan geen voldoende haalt, wat natuurlijk zou kunnen, nou dan komt dat ergens door en dan gaan we daarna kijken. Alles op zijn tijd hoor, maar voorlopig gaan we ervan uit dat het kind een voldoende haalt. Het is slim genoeg. Maar dat wist mijn dochter dan ook. Ik heb er in al die jaren dat ze op de HAVO zat, heb ik haar wel geteld 1 keer overhoord. Ik heb er wel een aantal keren bijles gegeven, omdat ze op school ja, basisdingen niet meer meekrijgen en heel raar onderwijs wordt er gegeven. En dan, ja, dan ging ik mijn dochter maar even uitleggen hoe het een en ander in elkaar zat, met sinus en cosinus en de stelling van Pythagoras en dingen als hoeveel is 100 gedeeld door 13. Ja, dat heb ik mijn dochter wel bijgespijkerd. En dingen over biologie uitgelegd. En... maar niet gaan overhoren. Ben jij maf? Tuurlijk niet. En dan die verhalen die zij mij toen vertelde in die tijd over hoe haar moeder daar dan mee omging als zij een tentamen had. Dan ging die moeder gelijk zeggen, oh, dan ga ik je overhoren vanavond hoor. Ja, dan moeten we opschieten met eten. En dan na het eten, nou, dan gaan we gelijk overhoren. En dan, ja, niemand. Waarmee die moeder het zelfvertrouwen van haar eigen kind ondermijnt. En ik vertel je daarbij, dit soort moeders, die vinden dat alleen maar best. Want ze willen helemaal niet dat hun kind zelfstandig wordt. Ze willen dat dat kind afhankelijk blijft van die moeder. Daarom spreekt Jordan Peterson ook van de devouring mother. En to devour betekent in stukken scheuren, verslinden. En dat doen vrouwen. Dat zou je niet zo 1, 2, 3 denken. Want dan denk je, ja, maar het is toch een moeder. En een moeder geeft toch om de kinderen. En dat zou ze toch nooit doen. Ja, het punt is, ze doen het wel. Juist vrouwen doen dat. En wat je nu ook ziet, is dat vrouwen in de politiek steeds meer het voor het zeggen krijgen. En vanuit de politiek gaan ze datzelfde doorzetten. Namelijk in die zin dat de burger kan helemaal niks zelf meer. Alles wordt wel even waargenomen door de overheid. Er is geen vertrouwen meer van de overheid in de burger. En de overheid die gaat het allemaal eens even opleggen. Met dwang. En neem iets als vaccineren. En dan gaat de overheid zeggen, nee, dat kunnen mensen niet zelf bepalen. Dat gaan wij wel bepalen. Wie, wanneer en waarmee gevaccineerd moet worden. Want de burger zelf, nee, laat ons maar. Dus Jordan Peterson zegt dan ook dat het hier gaat om vrouwelijke tirannie. Tirannie der vrouwen. Het is een rampentijd die eraan komt. Waar we in zitten. En dan heb ik even naar aanleiding, ter voorbereiding, of ter aanleiding van wat ik zag van Jordan Peterson. En ter voorbereiding van deze beschouwing ben ik op Google gaan zoeken op trefwoorden als kinderen, alleenstaande ouders en dan sociale status en opleiding en mentaal welzijn. En dan in het Engels. Hè? Nou, de een naar de andere studie kwam naar voren. En in al die studies hetzelfde verhaal. Namelijk dat de alleenstaande moeder, die heeft een verwoestende uitwerking op haar kinderen. Dat is meetbaar. Kinderen vervallen meer tot drugsgebruik. Ze hebben meer zelfmoordpogingen. Ze scoren minder op school. En ga ze maar door. Word je meer psychopathie. Psychopathology. Ja, vrij gedaan hè, van die vrouwen.
En wat ik dan fijn vond, is dat die Jordan Peterson, dat die er dan bij stilstaat, dat hij het vertelt, dat hij dat vertelt voor een zaal met relatief jonge mensen, waar ook vrouwen tussen zitten. Zodat je mag hopen dat de mensen in de samenleving hier een les uit trekken. En dat wij terug gaan keren op ons pad. Want dit gaat helemaal niet de goede kant op. Een goede vriend van mij die heeft gezegd zoiets als, als ik nog een keer met een vrouw wat ga doen, wat wil doen, dan wil ik dat alleen maar doen als het een christelijke vrouw is. In de hoop dat het dan wel goed gaat. Ik kan me goed voorstellen dat hij dat denkt. En ik vind het een goed uitgangspunt ook. Ook is het zo dat onder de christelijke vrouwen er heel wat vrouwen zijn die na verloop van tijd een punt zetten achter het huwelijk. Op dezelfde manier als de ongelovige, onchristelijke vrouwen. Dus het feit dat een vrouw een christelijke achtergrond heeft of gelooft in de Bijbel, dat, of zegt te geloven in de Bijbel, dat is geen garantie. Dus het is jammer voor mijn vriend dan, hè? Zonder meer. Echt heel verdrietig. Maar het is zo. En voor jullie, de vrouwen. Ja. Kijk, jij bent, neem ik aan, niet zo'n verslindende, verwoestende moeder. Want anders had je hier niet naar geluisterd. Dus. Dus jij bent er waarschijnlijk eentje die het hart op de juiste plek heeft. En nou, gezegend ben je. In mijn ogen. En voor jou als man heb ik de boodschap, pas enorm goed op met vrouwen. Want als je zo'n vrouw treft die verkeerd gebakken is, ja, zelf ga je daar je billen aan branden. En daarvan kan ik nog zeggen, eigen schuld, dikke bult. Ze zal je vroeg of laat bedriegen met een ander, bijvoorbeeld. Of ze gaat je enorm domineren. Dat is ook zo'n hobby van die vrouwen. Ik zag zo'n reclame van de Aegon, zo'n verzekeringsmaatschappij. En dan komt er een jong stel. Je gaat denken dat het jonge stel net, of dat het daar komt wonen. En die komen er net aanrijden met een Volkswagenbusje. Heel idyllisch, zo'n oud type Volkswagenbusje. En dat stel wat daarop woonde, die zijn wat ouder. En die staan in de deuropening te kijken naar de nieuwe buren. Tenminste, dat moet je dan geloven. En dan gaat de zijkant van het Volkswagenbusje open en daar staat een wasmachine. En dan zegt die vrouw tegen haar man, dus die daar al woonde, dat oudere stel, zegt ze tegen haar man, ga jij de buren eens even helpen? Ja, ik word er helemaal lijp van, hoor, van dat soort reclames. Want zo worden onze dames verteld op een, je zou zeggen, een hele onschuldige manier, maar dat is het niet. Maar zo wordt even duidelijk gemaakt dat vrouwen dat soort dingen gewoon kunnen doen. Kan jij je voorstellen dat de situatie andersom is en dat die man tegen zijn vrouw zegt van, ga jij de buren eens even helpen? Dan staat gelijk iedereen op zijn achterste benen. Ja, die man die loopt even de boel te domineren en tegen zijn vrouw te zeggen wat ze moet doen. En hij vraagt er niet eens vriendelijk. Hij zegt gewoon, ga het eens even doen. Ja, dan is iedereen helemaal beledigd. Maar als het een reclame is van de Aegon waarbij een vrouw zoiets zegt. Nou, en heeft die man, die heeft de buren geholpen, die heeft de wasmachine gesjouwd. En die heeft vervolgens, is hij gaan limbo dansen. Dat doet de man helemaal niet, maar goed. Die is gaan limbo dansen en dan is er oudejaarsviering en dan gaat hij door zijn rug.
En dan moet hij dus naar de zorgtoestand, dinges. En dan staat hij voor de balie met helemaal krom van de pijn. En dan vraagt diegene achter de balie aan de vrouw van wat is er aan de hand? Alsof die man dat zelf niet kan vertellen. En dan zegt die vrouw met een luide stem, nou, het is zijn rug. Dus die mannen die worden in zo'n Egon-reclame even weggezet als een stelletje sukkels die niets anders te doen hebben dan precies te doen wat hun vrouw zegt. En vrouwen die mogen gewoon mannen in de rondte commanderen. Ja, maar ik heb 10 jaar huwelijk onder achter de rug en 6 jaar scheidingsellende daarna. En nu mag ik, hoop ik, aannemen dat mijn kind enigszins onder de dictatuur, onder de tirannie van haar bloedeigen moeder vandaan is geworsteld. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Maar helemaal gerust ben ik daar nog niet op. En ik weet hoe erg het is. En het is een regelrechte ramp. Dat weet ik. Daar is niks leuks aan. Daar is niks humoristisch aan. Het is alleen maar verschrikkelijk. En het heeft mijn, dat drama, dat is voor mij 20 jaar geleden begonnen. En ik mag aannemen dat ik nu in de laatste loodjes zit van het likken der wonden. Ja, dankjewel alsjeblieft. En die moeder, die wordt door mijn moeder op handen gedragen. Dat je dat ook nog even weet. Mijn eigen moeder die doet lekker mee. Met dat wangedrag van haar schoondochter. Door mijn dochter, die moest, dat was na de scheiding. Mijn dochter moest hoognodig naar de opticien om de ogen te laten doormeten. Want ze kon op het bord, dus in de klas kon ze niet meer goed van het bord lezen. Ze had er gewoon last van. Denk je dat die moeder dan een afspraak maakt? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk doet die moeder dat niet. Die denkt alleen maar, oh, je hebt last om op port te kijken. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, dit hoor je heel goed. Mijn dochter die kon naar het gymnasium toe. Zulke goede cijfers had ze. Ze scoren op de CITO-toets. Dat is in groep 8 van het primair onderwijs. Scoren was zo goed dat ze naar het gymnasium kon. Denk je dat die moeder dat goed vond? Nee, natuurlijk niet. Die heeft er alles aan gedaan om mijn kind aan te praten. Dat het gymnasium, nou dat is een hele vervelende school, want er zitten hele nare kinderen. Die mevrouw, die moeder van mijn kind, die wil niet, dat willen die moeders niet. Die willen niet dat die kinderen zich ontwikkelen. Die willen dat die kinderen afhankelijk blijven van die moeder. Zoals onze overheid in toenemende mate wil dat wij afhankelijk worden en blijven van de overheid. Begrijp dat. Het is een ramp waar we op afstevenen, waar we al in zitten en het gaat niet oplossen. Het wordt hooguit alleen maar erger. Leuk, hè? Ja, dat ik het even weet. Het is voor jou een... Ja, het is voor de vrouwen die hiernaar luisteren. Wat mij betreft, jullie mogen meeluisteren. Maar jullie heb ik eigenlijk niet veel te zeggen. Want jullie doen het al goed. Jullie onderscheiden je alleen maar meer doordat je standvastig en eerlijk ben gebleven in een periode waarin heel veel van je zusters de foute paden hebben gekozen. Dus pet je af en zo. Niets dan lof. Maar dan voor de mannen, pas op voor die vrouwen. En dan om maar gelijk met het hot ding te beginnen.
niet gaan doen aan recreatieve seks. Absolutely not. Seks is bij deze helemaal voorbehouden aan Bijbelse normen. Eerst verliefd zijn, dan ga je verloofd zijn. En dan ben je getrouwd als je de eerste nacht, als je het huwelijk geconsumeerd hebt. En dat je daar een gemeenteambtenaar in gaat betrekken, vind ik niet belangrijk. En dat je dat voor de kerk gaat doen, dat vind ik niet belangrijk. Wat ik belangrijk vind, is dat je eerst iemand, daar was je dan verliefd op. Toen ben je een tijdje verloofd geweest en toen was het tijd om te gaan trouwen. En trouwen houdt in dat je seks gaat hebben. En voor die tijd heb je geen seks. En recreatieve seks, nou, dat doe je gewoon niet. Het risico is tegenwoordig te groot. Want je kan dan wel denken, nou, dan doen we dat heel veilig hoor, met een condoom. Jongen, er zijn gevallen bekend waarin vrouwen, als die mannen in slaap gevallen was, dan slopen ze het bed uit. Dan gingen ze naar de prullenmand waar die condoom in zat, die volle condoom. En die stopten ze dan in het gaatje eronderin, binnenste buiten gekeerd. En dan maakten zij zichzelf zwanger. En dan heb jij ervoor gezorgd dat zo'n vrouw dus zwanger is geworden. Met jouw sperma. En dan kan die vrouw helemaal wild gaan op het verwaarlozen en mishandelen van jouw kind. En dat is jouw schuld dan ook. En als je helemaal van niks wist, ja, dan wist je helemaal van niks. Maar nu weet je het wel. Want ik heb het je net verteld. Dat is dan jammer voor de recreatieve seksverslaafde, maar dat zit er dus voorlopig even niet in. Of je bent een grote jongen en dan laat jij jezelf castreren. Dan laat jij jezelf steriliseren. Dat kan je ook doen. En dan kan je recreatieve seks hebben. Ik zou het nog steeds niet doen, maar... Huh? Het is maar wat je wil. Het lijkt mij een belangrijk ding voor jou om te overwegen. Om heel voorzichtig te gaan doen met je seksavonturen. Misschien is het zonder meer wel verstandig. Was het altijd al zo verstandig? Waarschijnlijk wel. Snap je? Was het altijd al een kwestie van niet zomaar met iedereen naar bed gaan? Altijd al. Maar momenteel is het wel heel erg duidelijk dat het tot ontzettend grote problemen kan leiden. Waar kinderen de dupe van worden. En dat mag jouw bedoeling toch niet zijn, of wel? Dan zag ik ook op een van die onderzoeken die gedaan zijn naar alleenstaande moeders, dat het een heel groot verschil was hoe de moeder alleen kwam te staan. Er waren bijvoorbeeld alleenstaande moeders die alleen kwamen te staan doordat papa kwam te overlijden. Dus een weduwe. En die is ook alleenstaand. Nou, die kinderen in zo'n situatie, daar was niet zoveel meer aan de hand. Nee. Het grote verschil was de kinderen van een moeder die alleen kwam te staan omdat die moeder dat zelf wilde. Dus die moeder had de scheiding aangevraagd. Die moeders, daar gaat het dan om. Net als de moeder van mijn kind. Die heeft ook de scheiding door erheen gedrukt. Met een reden van helemaal niks. Ze vonden tijd voor wat anders of zo. Gaan kijken wat er dan gebeurt. En dat viel er nog vies tegen ook. En dan zijn die vrouwen ook nog in staat om, daarover te gaan lopen klagen. Dat heeft ze trouwens ook. Dat weet ik nog van de... Een zus van mijn vader, is overleden, maar een zus van mijn vader die belde die moeder op om te vragen hoe het ging. En de moeder van mijn kind die ging zo verzuchten en zei ze, oh, het is zo zwaar. Ja, vind je het gek? Ze deed nooit ene jota in huis. Ik deed 90% van het huishoudelijk werk, want zo zijn die vrouwen ook nog een keer. Ze doen helemaal niks. Ze hebben een grote waffel tegen je. Ze lopen tegen iedereen te vertellen dat jij niks doet in de huishouding. Maar ze steken zelf geen ene vinger uit. Nou, zolang jij als man dan nog over de vloer bent, dan gebeuren er nog dingen. Maar ja, als ze jou de deur uitdondert, dan is er niemand meer, hè, die de vuilnisbakzak leegt.
Of wegbrengt, hoe moet je dat zeggen. Er is er niemand meer die de lege flessen naar de container brengt. Nee, dan moet je het zelf doen. Of het vuilnis gaat zich opstapelen, of de hele keuken staat vol met lege flessen. Maar je zal zelf aan de slag moeten. Ja, en dat viel haar toch wel tegen. Kijk, zo zijn die vrouwen. En die gaan ze ook nog klagen. Ze had tegen de zus van mijn vader moeten zeggen van... Nou, ik heb wel echt enorm onderschat dat werk wat Perry altijd deed. Ik heb altijd lopen brullen dat hij niks deed in huis. Maar nou moet ik alles wat hij dan zogenaamd niet deed, dat moet ik nu zelf doen. En het is me toch partijwerk? Maar dat zullen die vrouwen niet zeggen. Die zijn echt doortrapt. Die zijn veel slechter dan jij kan verzinnen, hoor. Het zijn daders... die doortrapt en achter de bak zijn... en die om het hardst lopen te brullen dat ze slachtoffer zijn. Dat is de moderne vrouw. Niet iedereen, niet jij die nog luistert... maar grote aantallen. Ik heb zo'n moeder gehad en die vroeg dan zo aan mij van... ja, wil jij dan op maandag mijn kind van school halen? Want je haalt toch ook je eigen kind van school? Dan kan je die van mij toch ook ophalen? Ja, dat kan ook wel. Maar er werd ook even van uitgegaan dat ik haar kind dan ook warm eten zou geven. Nou, dat kan ook allemaal wel. Dat heb ik allemaal trouw gedaan. Maar dan maak ik elke maandag... nou, niet heel veel geld, maar toch ongeveer 4, 5 euro geef ik uit in de supermarkt... om haar kind ook een lekker shootje te geven en een dingetje te geven... en warm eten en een toetje. En dat is allemaal niet gratis. Nou, je kan wel zeggen, ja, we hadden 2 kunnen eten, kunnen er ook 3 eten. Ja, maar als we dan, noem eens wat, kipfilet eten we. Nou, dan heb ik normaal gesproken 2 kipfilets nodig, maar haar kind heeft ook mee. Dan heb ik er 3 nodig. Ja, dan moet ik een extra kipfilet kopen, of niet? En wat kost een kipfilet? Een dubbeltje? Nou, dat gaat niet. Haar kind at graag lamskoteletjes. Mijn eigen dochter die maalde daar niet zo om, ik ook niet. Maar zij vond het dan hartstikke lekker. Nou, dan wilde ik ook voor dat meisje natuurlijk lekkere dingetjes maken. En dan liep ik eventjes vanuit mijn flat een heel eind naar de islamitische Mohammedaanse slager... En haalde ik daarvan die hele al geslachte lammeren vlees. Ja. Ja, dan gaat er al snel zoveel euro aan lamskoteletjes erheen. Omdat haar dochter mee eet. En lamskoteletjes zijn duurder dan kipfilet, als je dat niet wist. Dus en dan geef ik per keer geef ik 5 euro uit, ongeveer. Dat hele gedoe met haar kind elke maandag van school halen en dan ook nog te eten geven, dat heeft meer dan een jaar geduurd. Dus zeg maar 50 keer heb ik dat gedaan. Dus 250 euro heb ik uitgegeven. Denk je dat zo'n vrouw, want zij heeft ook de eigen kerel de deur uitgedonderd, hè? Daarom had ze ook het probleem dat ze dat kind niet van school kon halen. Als ze niet zo dom was geweest om die man weg te trappen... of niet zo gemeen was geweest om die man weg te trappen... had ze helemaal geen probleem gehad. Maar ze heeft die man de deur uitgedonderd. Nou, dan moet er iemand een kind van school halen, dat mag ik dan doen. Denk je dat zo'n vrouw rekening houdt met het feit dat ze dan een ander geld kost? Tuurlijk niet, joh. Daar denken ze helemaal niet over na. Dit soort vrouwen die zijn echt veel erger dan jij kan dromen in je nachtmerrie. Zij heeft nooit het erover gehad van, goh, zal ik eens een keer wat aan je overmaken? Je hebt nou al 10 keer mijn dochter van school gehaald en ik schat er wat ik er nou zo'n 50 euro kosten zit. Mag ik je bankrekening? Dan stort ik wat. Helemaal nooit. Ze heeft ook nooit gezegd van hier heb je een fles whisky voor de goede zorgen. Helemaal nooit. Ze heeft niet eens dankjewel gezegd. Ze kwam dan een minuutje of 7:30, was ik klaar met haar werk, dan kwam ze bij mij binnen. En had ze zoiets van, oké, nou, ik ben er, nou, mijn kind kan mee. Hey, doei. Dat was het. Dus tuig van de richel. En ik ken ze hoor, er zijn meer dan één. Oh, 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 oh. Ik zag op mijn werk deze zomer ook zo'n alleenstaande moeder lekker bezig. Die had ook de man, en dat was zij natuurlijk geweest, een ongelooflijk grote mond heeft die persoon.
Nou, die man was er natuurlijk net te gek van geworden. Ja, dat weet ik nu niet helemaal zeker, dat vul ik zelf in, maar ga daar maar vanuit dat ik gelijk heb. En dan had ze dus een probleem, want ze moest werken en er was haar man, die zou dat weekend de kinderen hebben. Maar die kon kennelijk niet zo al om 1 uur of zo die kinderen komen halen. Ja, wie zijn schuld is het dan, dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet, dat is dus een alleenstaande moeder en dan zit ze weer eens met de kinderen en dan weet ze er geen oplossing voor te vinden, anders dan die kinderen maar mee te nemen naar haar werk. Ja, dat kan helemaal niet. Ze werkt in de gehandicaptenzorg. Hoe kan je nou je kinderen meenemen naar je werk? Ben je helemaal gek geworden? Zij moet al zorgen voor hulpbehoevende, zorgbehoevende personen. En dan ook nog je eigen kroost meenemen. En toen ging dat zoontje van haar, die ging huilen, want die wilde aandacht. Of wap, 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 wap. En ze werd kwaad op die jongen. Maar zie je niet dat mama druk bezig is? En dan denk ik, ja, wie is hier nou de volwassene? Dat zoontje van 4? Of die moeder van 36? Een ramp. Beetje je kind lopen afbekken. Nee, ik heb de vrouwen bezig gezien. Ik heb er geen goed woord voor over. Voor degene die ik bezig zag dan. Hè? Niet allemaal, maar veel. Van wat ik heb gezien, toch meer dan de helft. Hè? Dat is toch wel een beetje angstaanjagend, of niet? Maar fijn dat Jordan Peterson dan erbij stilstond. En dat hij, hoe moet je zeggen, de vinger op de plek legde. En we hebben het hier over een behoorlijk groot probleem. En dat gaat niet vanzelf weg. Ja, daar heeft de man helemaal gelijk in. En dan hebben we ook nog zo'n fijne overheid die daar helemaal niks tegen doet. Sterker nog, die wil zelf meer van dat soort vrouwen. Er was ook iemand uit Australië, dat is een vrouw. En die houdt dan ook zo'n vlog, blog, dinges, video toestand. En dan ging het over een blad in Australië. En dat was hetzelfde als wat we hier noemen ouders van nu. Nou, als ze even de voorbladen, de titelbladen van de afgelopen 6 maanden op een rijtje gezet, op 1 pagina, als ze een beetje lopen knippen en plakken. Ja, van de 10 omslagen waren er 2 omslagen waarbij je een man zag. En de rest was alleenstaande moeder. Goh, zei die vrouw. Waar zijn die vaders toch gebleven? Ja, dat vraag ik me ook af. En kinderen van alleenstaande moeders, gescheiden moeders, meer drugsgebruik, meer zelfmoordneigingen, meer psychopathologie. Dus ja, we weten het. Mindere schoolresultaten, mindere sociale status, ja. En dat is dan wel weer voor de vrouwen die nog luisteren. Ja, jullie weten het nu ook. En weet je van een vrouw in jouw omgeving die een dermate creatuur is, die dat mogelijk zal gaan doen, en ze heeft een nieuw vriendje, ja, waarschuw dat vriendje. En verwijs dat vriendje naar deze uitzending. En ik heb nog wel meer uitzendingen gemaakt, hoor, over moeders en vrouwen. En ja, ik heb een hele serie gemaakt over kind van een narcistische moeder. Dat gaat over mijn eigen kind. Ja, dan zet ik het mooi op een rijtje. Laat mensen daar maar naar luisteren. Want, kijk, ik heb het allemaal meegemaakt en ik heb het overleefd. Dat is punt 1. En mijn dochter heeft het ook allemaal meegemaakt. En nou, naar omstandigheden maakt mijn dochter het goed, vind ik. En wat ons overkomen is niet niks. En
ik zou het fijn vinden dat doordat ik dit allemaal verwoord, wat ons, Mick en mijn dochter, is overkomen, door dat aan jullie door te geven, dat ik daarmee help aan het voorkomen van dit soort problemen. En het voorkomen, dat komt erop neer dat je vrouwen, waarvan je mag verwachten dat ze dit gedrag gaan vertonen, dat je die gaat mijden als de buidelpest. Knoop het in je oren van achteren en van voren. Echt serieuze business. Nou, mijn werk roept weer, zag ik net. Ik moet weer wat dingetjes gaan doen. Maar ik ben er ook wel eens een beetje doorheen. En als je me niet gelooft over die onderzoeken, hè, naar de gevolgen van alleenstaand moederschap voor de kinderen, doe zelf je googeltje. Children, dit is ook weer single mom. De single en dan mom. Single mother, mag je ook doen. Ga maar in de rondte neuzen. En dan vind je het wel. En dan vallen jou, als je het nu niet al hebt, dan vallen jou dan wel de schellen van de ogen. Dit is helemaal niet leuk. Of beter gezegd, zoals de mens in elkaar zit, zit hij in elkaar dat een mens een papa en een mama heeft. En de bedoeling is van oudsher dat mama de primaire zorg heeft om de bescherming van de kinderen op zich te nemen, vooral als ze jong zijn. En dat de vader de primaire zorg heeft om die kinderen zelfstandigheid te leren. En discipline en doorzettingsvermogen. En dat zijn twee rollen, die zijn verschillend. En de vrouwen moeten zich concentreren op die beschermende rol, vooral als de kinderen klein zijn. En die vaders die moeten zich concentreren op die rol voor die zelfstandigheid creëren. Met name als de kinderen wat ouder zijn. Dus als de kinderen heel jong zijn, dan kan papa in principe lekker werken en alles, dat maakt niet zoveel uit. Maar als die kinderen wat ouder worden, dan moet papa goed in beeld komen. Zeker als die kinderen een jaar of 7 zijn. En wat zie je nou bij veel van die scheidingen, is dat die bitches van een moeder, juist als die leeftijd van de kinderen in de buurt komt van de leeftijd waarop die vaderrol zo belangrijk wordt, bij het 7e jaar zo'n beetje, dan trappen ze die vaders de deur uit. Ja. Hey, het zijn doortrapte wezens, die moeders. Die devouring mothers. Die verscheurende en verslindende moeders. Die vrouwelijke tirannen. Hou ze in de gaten. Dat gaat nooit leuk worden met die bevolkingsgroep. Die kunnen we afschrijven. Natuurlijk mogen ze tot berouw komen. Alleen ik zou er, als ik jou was, niet op gaan zitten wachten. Want waarschijnlijk komt het helemaal niet. Maar je mag het niet uitsluiten. Hier. En op zijn hamburgers zeg ik ter afscheid tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.